Hallo allemaal, in dit filmpje wil ik jullie graag uh, iets vertellen over dunwandige drukvaten. Dus, um, dunwandige drukvaten, dat zijn uh, nou ja, eigenlijk een soort vaten. En een vat is dunwandig als de straal van het vat minstens 10 keer zo groot is als de dikte van de wand. Dan hebben we het over dunwandig. Um, dit is niet zo'n heel moeilijk onderwerp, uh, het is een beetje makkelijk, het zijn gewoon een paar formules. Uh, veel makkelijker dan de vorige onderwerpen. Um, alleen is het een opstap naar een wat lastiger onderwerp weer, en dat zijn samengestelde belastingen. Nou, hier zie jij dus een uh, dunwandig uh, dren, duk, drukvat. Dus we gaan er dus vanuit dat die R minstens 10 keer zo groot is als T. En um, nou ja, als hier dus een, bijvoorbeeld een gas of een vloeistof onder druk in zit, dan, bevindt zich, dan wordt er een spanning uitgeoefend, sigma 1, in die richtingen. En een spanning, sigma 2, in die richtingen. Dus het, uh, het vat wordt door sigma 2 zo uit elkaar getrokken. En door sigma 1 wordt hij zo uit elkaar getrokken. Nou, en wij gaan nu even formules afleiden voor die twee spanningen. Dus wat we daar eerst voor moeten doen, is we willen eerst sigma 1 berekenen. Dus we gaan eerst een VLS tekenen van. Een klein half cirkeltje van dit vat. En dat ziet er zo uit. Nou, wat zie je hier? Nou, allereerst, dit is dus een, klein halve, een kleine halve ring uitgesneden uit uh, dit vat. Nou, en dit, deze afstand is natuurlijk 2r, hè? twee keer de straal, dus de, oftewel de diameter. Nou, de hoogte van dit kleine rechthoekje is t en de breedte is di. Dus uh, di, dat noemen we gewoon, er moet, moet gewoon een heel dun stukje mee. Uh, en op dit kleine vlakje, en op dit kleine vlakje wordt een spanning, sigma 1, uitgeoefend. We gaan ervan uit dat sigma 1 ongeveer gelijk is over de hele oppervlakte. Nou, verder zie je dat hier een druk wordt uitgeoefend, een druk p. Dan denk je van, hè, maar waar, waarom ziet hij er zo uit? Waarom is hij zo recht? He, normaal is de druk toch altijd, die wijst zo naar buiten en zo, en waarom is die hier zo, zo getekend? Nou, allereerst, stel ik heb hier op dit punt, hoeft een druk zich uit. Nou die gaat natuurlijk, wijst natuurlijk zo naar buiten, zo dus schuin zo naar buiten. Nou, maar dan heb ik hier ook zo'n druk en die wijst dan zo naar die kant. Nou, en wat er dus gebeurt, is dat dus de, hori sorry, de verticale componenten, dus de componenten in die richting en in die richting, die heffen elkaar allemaal op langs deze, uh, langs deze rand. Dus wat je alleen maar overhoudt, zijn de horizontale componenten van de druk. Nou, misschien heb je dan nog steeds zoiets van, oké, okay, maar waarom is het dan hier zo gelijkmatig verdeeld? Dan zou de druk hier groter moeten zijn dan daar. Nou, en dat klopt ook. Alleen uh, je kunt wiskundig aantonen dat een druk die een beetje zo is verdeeld over, de, over deze cirkel, dus een druk die zo een beetje toeneemt en dan weer afneemt, dat het in totaal evenveel druk is als de druk van deze oppervlakte. Nou, een belang verhaal kort. Wat we gaan doen is we gaan. Uh, een krachtenevenwicht opstellen, dus de kracht die totaal op dit VLS wordt uitgevoerd door deze spanningen, deze sigma 1, en door deze druk, die moeten elkaar natuurlijk op, opheffen, want het systeem is statisch. Nou, dan krijg je dus dit verhaal, dus de som van alle krachten is 0. Nou, we zeggen bijvoorbeeld dat de richting van deze positief is, dus dan zeggen we sigma 1, nou, keer de oppervlakte waar die sigma over werkt, dus keer t keer di. Dus keer de hoogte keer de breedte. Hè, gewoon eigenlijk de oppervlakte van het rechthoekje. En dat hele ding keer 2, omdat het aan beide kanten een sigma is. Dat is dus de kracht die kant op. Nou, daar trekken wij vanaf. Uh, de druk keer de oppervlakte. Nou, deze oppervlakte is 2 keer R keer DI. Dus. Dus 2r, dat is de hoogte van de rechthoek, en di is de breedte. En dan hebben we de oppervlakte van deze de hele rechthoek. Die doen we keer de druk, en dan hebben wij de kracht, en die staat in die richting. Nou, en omdat het een statische situatie is, moet die nul zijn. Nou, wat we dan kunnen doen, is we kunnen die sigma 1 naar één kant halen. En dan krijgen we deze formule. Dus sigma 1 is pr gedeeld door t. En p is dan de druk in het vat, r is de straal van het vat, eigenlijk de binnendiameter. Sorry, de binnenstraal eigenlijk, bedoel ik. En t is de wanddikte van het vat. Nou, dat is dus onze sigma 1. En we kunnen ook zo'n soort uitdrukking afleiden voor sigma 2. En dat gaan we nu doen. Nou, voor uh, sigma 2 gaan we ook een VLS tekenen, maar dit keer van uh, deze helft van het vat. Dus dat ziet er dan zo uit. Nou, en we hebben hier, zie je allemaal pijltjes die deze kant op wijzen. Nou, en dat is dus de sigma 2, dus de spanning, de materiaalspanning, die in die richting het materiaal uh, trekt. Um, nou, hier hebben we dit ring, dit is dus een ring en die ring heeft een dikte van t. En een binnendiameter van r nog steeds. En er werkt een druk op, hier op dit vlak. En die druk is ook P. Nou, dit is misschien wel iets makkelijker te zien dan dat van net. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat als ik, hè, als ik dit plateau zo een beetje die kant op schuif, dan, uh, dan heb ik, uh, hè, dus eigenlijk als ik, stel ik maak een VLS van alleen dit stukje, dan zou de druk op deze wand werken. En dan kun je je natuurlijk voorstellen dat deze druk volgens zo over een schijf verdeeld moet zijn. Nou, dan doen we hetzelfde magische trucje als net. Dus we zeggen. Uh, de som van alle krachten is 0. Nou, sigma 2 keer 2 pi r keer t. En dan denk je van, her, maar waarom is dat nou de kracht? Nou, dit, hè, dat is een afstand keer een afstand, dus dat is een oppervlakte. En dan 2 pi, oh wacht eens even, 2 pi r, dat is natuurlijk de, uh, de straal van deze cirkel. En dat klopt. Dus 2 pi r is de, de binnenstraal van de, of, sorry, de, de, uh, de omtrek. De binnenomtrek van het vat eigenlijk. En waarom doen we die dan keer t? Je berekent toch de oppervlakte van zo'n cirkel op een hele andere manier. Dat klopt, maar hier gebruiken we eigenlijk de voorwaarde dat het vat dunwandig moet zijn. En uh, als t heel klein is, dan, uh, dan kun je de oppervlakte van, dit, van deze dunne cirkel, deze soort ring, kun je goed benaderen als 2pi keer r keer t. En dat doen we om de formule wat makkelijker te maken. Nou, in de andere richting staat weer een andere kracht en dat is p en die werkt op een oppervlakte, op een cirkeloppervlakte. Nou, dat is dus pi keer r kwadraat en dat is 0. Nou, we kunnen nu ook weer 2, sorry, sigma 2 kunnen we weer uit de formule halen. En dan krijgen we dus p keer r gedeeld door 2t is sigma 2. Nou, dus die lijkt heel erg op die formule van net, alleen toen stond die tweede er niet. Nou wat betekent dat nou? Dat betekent dat die sigma 2 twee keer zo klein is als sigma 1. En dat betekent dus ook dat uh, cilindrische drukvaten ook altijd zullen scheuren in deze richting. Daar ga ik nu wel even een plaatje van laten zien. Nou hier zie je bijvoorbeeld uh, twee dunwandige drukvaten, dus je ziet bijvoorbeeld dit vat het stond onder druk. En dat is zo horizontaal gescheurd. Uh, nou, waarom is het dan niet verticaal gescheurd? Nou, dat komt dus omdat de materiaalspanning in die richting twee keer zo groot is als de materiaalspanning in die richting. Dat betekent dus dat die, uh, die spanning die zal ervoor zal zorgen dat het, dat het zo gescheurd wordt en niet zo. Het, ja, het materiaal bezwijkt gewoon al uh, eerder door deze spanning, omdat die twee keer zo groot is. En hier zie je hetzelfde. Nou, weer die materiaalspanning in die richting is groter dan de materiaalspanning in die richting. En daarom is dit uh, drukvat zo gescheurd. Uh, nou ja, goed, dat is even belangrijk dat je dat weet. Nou, als allerlaatste wil ik nog even stilstaan bij bolvormige drukvaten. En die zijn eigenlijk iets simpeler, want de materiaalspanning is in alle richtingen gelijk. En dat is ook logisch, hè? want het is een bol. Dus natuurlijk, die bol heeft geen voorkeur voor hoe we hem hebben staan. Uh, die materiaalspanning is overal gelijk. Dus, wat we weer kunnen doen, is we kunnen weer een VLS tekenen van 1 helft van die bol. En dat hebben we hier. En dan hebben we weer zo'n dunne ring met dikte t en binnenstraal r. Dat is een cirkel. Daar op die cirkel is een druk p. Um, en dat ding wordt bij elkaar gehouden door sigma 2. Nou, we kunnen dat weer uh, volgens hetzelfde verhaaltje doen. Krachtenbalans. We schrijven deze kracht op. Dus sigma 2 keer 2 pi r keer t, dus die soort van benaderingsformule voor dunne ringen, en dan min p uh, keer pi keer r kwadraat, dus weer de druk op die hele oppervlakte, uh, dat moet allemaal 0 zijn, en in totaal is dan, als we dat allemaal, die sigma 2 naar één kant halen, krijgen we deze formule weer. Dus dit is dezelfde formule als voor, uh, uh, voor cilindrische vaten, nou, dus dat betekent eigenlijk dat bolvormige vaten, uh, uh, ja, dat die dus een kleinere materiaalspanning overal hebben dan cilindrische vaten. Nou, wel, hoe is dit nou? <tossimus> dit is eigenlijk alles wat ik wilde vertellen over dunwandige drukvaten. En nu wil ik eigenlijk een beetje een soort van aftrapje geven naar, uh, uh, naar samengestelde belastingen. Want tot nu toe hebben we altijd het alleen maar gehad over één soort belasting. Dus we hebben het gehad over bijvoorbeeld normaal spanning, of door, over, over torsie, of over buiging, of over afschuiving. Nou, en wat we nu gaan doen, wat je nu hier ziet, is er zijn hier twee spanningen. Dus deze spanning en deze spanning. En wat we nu gaan doen, is wat we, we gaan al die kennis over al die verschillende soorten spanningen gaan we combineren. Om tot de conclusie te komen wat nou daadwerkelijk de grote de spanning is die in een materiaal uh, zich bevindt. Nou, en daar zijn de volgende filmpjes over. Veel succes!